Nou, de samenwerking met Arwin is dat hij zelf ook heel leergierig is. Hij probeert ook in de fruitteelt groter te worden. Hij probeert zijn compost ook erg te verbeteren. In het begin hebben we nog wel eens een probleem gehad met vuil in de compost en dat wordt steeds schoner. En logistiek is het natuurlijk voor ons ook dichtbij. Dat scheelt ook. En het is heel laagdrempelig bij Verschoor. Je kan makkelijk iemand bellen en vragen stellen. En dat is gewoon een groot voordeel bij Verschoor. Ja, de compost is echt een verbetering voor de grond. Het klei-humuscomplex wordt vergroot. En je hebt een veel gelijkere afgifte van voedingsstoffen. En u staat hier voor een automaat met fruit. En ja, een goed product heeft gewoon een hele goede grond nodig. Daar doen we het voor. De basis van een goed product is een goede grond. En zoals u hier kunt zien, dit krijgen we van een goede grond.